Jantjes gaat over de Jordaan in de jaren 20 en dan in speciaal over drie vrienden. Die vrienden die komen net uit dienst bij de marine en die zwaaien dan af, zoals dat heet, en die komen terug in de Jordaan. Dus je ziet alle mensen waar ze mee omgaan in het café van Tante Piet, maar ze hebben allemaal hun eigen problemen. Wat ik het allerleukste vind is om te spelen met Arie Coupé en met een geweldige cast waar ik heel blij mee ben. En dat ik weer gewoon lekker normaal kan praten, dat vind ik ontzettend lekker. Misverstanden in de liefde, ze lopen geld mis, ruzies. Het is heel erg leuk. Ik had niks met die Jantjes. En het is heel gek, want ik ben zelf geboren en getogen Amsterdamse. Dus in principe zou ik er wel iets mee moeten hebben. Er gaat zoveel mis dat ze besluiten om bij te tekenen bij de marine. Om voor 6 jaar naar de Oost te gaan. Dus de kolonie in Nederlands-Indië. Ik ben Rotterdammer en dan is Amsterdams best lastig. Ik moet wel zeggen, ik geef wel een eigen twist aan mijn rol. Het is natuurlijk wel leuk om naar je voorgangers te kijken, maar ik vind wel dat je als eigen persoon ook een eigen inbreng moet geven. En dat heb ik ook wel gedaan, denk ik. Daar maken ze een hoop mee. Na 6 jaar komen ze weer terug en dan is er een hoop veranderd in de Jordaan waar ze vandaan komen. Het is niet eens zeker of ze alle drie terugkomen. De musical speelt zich natuurlijk voor een heel groot deel af in de kroeg. Hoe vaak ben jij in het dagelijks leven in de kroeg te vinden? Als ik thuis kom, dan is het voeten op de tafel, lekker een biertje erbij en voetbal kijken. Gewoon lekker cliché, heerlijk burgerlijk. Maar echt een kroegtijger ben ik niet meer. Ja. Ter rolverdieping samen met de hele cast. De Jordaan in geweest, Café Loïtje, Café Nol, om daar echt die Jordaanese sfeer te proeven. Ja. En daar komen we ook wat biertjes bekijken natuurlijk. Hè? Ons leed, ons smart en nog meer. Jij speelt alleen maar je klokkenspel. En kijkt zwijgend op ons neer.